het is wel even het vermelden waard dat het zonnetje eindelijk even een beetje schijnt. Dat is natuurlijk voor de mensen die hier langs de kant staan fantastisch. Ook voor de mensen die over de finish zijn gekomen en een beetje aan het afkoelen zijn. Bijvoorbeeld Daan. Ik heb Daan net keihard rennend over de finish zien komen. Ging het een beetje makkelijk, Daan? Ja, het was wel vermoeiend, maar niet echt dat ik niet nog een keer kan. Maar... Ga je nou ook vertellen dat je nog een keer gaat? Ja, straks. Dat meen je niet. Met de samenhorigheidsklim? Ja. Wat mooi. Hey, en jij hebt zelf behoorlijk wat meegemaakt, hè? Want je hebt leukemie gehad. Ja, ik heb op mijn 3,5 heb ik doorgekregen dat ik leukemie had. En ik heb in 2012 doorgekregen dat ik echt genezen ben. En daarom doe ik dit puur voor afsluiting van die momenten dat ik toch op deze manier mijn slechte tijden kan afsluiten met een leuk evenement. Wat puur gebaseerd is op mensen die die ziekte hebben gehad en zo. Maar weet je, jij bent eigenlijk bijna langer ziek geweest dan gezond. En dat nu kan je, dat is misschien nog wel het allermooiste. Nou kan je straks, naarmate je ouder wordt, ben je langer gezond dan je ziek bent geweest. Maar wat heb jij, ik denk dat je niet anders gekend hebt eigenlijk dan dat je ziek was. Hoe heb je dat beleefd? Ik heb een jeugd die een normaal kind zou hebben, heb ik niet gehad. Ik heb meer ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En ja, ik ben blij dat ik nu klaar ben en gewoon normaal weer gezond kan zijn. Ga je nou ook gewoon weer lekker als ieder kind heel veel gamen en allerlei jongens dingen doen? Ja, lekker sporten en zo. Heerlijk. Daans moeder staat ook bij mij. Wat deed het met jou toen je Daan over de finish zag komen? Krijg je nou weer moeilijk? Tranen, trots, ja, respect dat je het heeft gedaan. Gewoon onze kanjer die hier gewoon even een 22 bocht heeft gedwongen en gewoon door is gegaan. Dus ik ben zo ontzettend trots. Is dat kenmerkend voor hoe hij is? Ja, echt een doorzetter. Al zou je denken halverwege de berg, ik kan het niet, op wilskracht loopt je hem uit. Dus echt gewoon een doorzetter. Ja. Kan jij, ik denk dat je er wel de hele dag over zou kunnen praten, maar zou jij kort kunnen vertellen wat het is om ouder te zijn van een ziek kind? Je belandt in de wereld van kinderkanker en je moet gewoon mee. Je kunt niet zeggen, ik stap uit en ik stop ermee. Je moet mee. Je weet dat het een project is van 2 jaar, wat je gewoon moet afmaken. En je leeft erin en op een gegeven moment is het niet meer, is het voor je gewoon normaal. Voor ons. En ik heb nog 2 dochters meer, die zijn nu thuis. Die moet ook gewoon door. Dus het plaatje moet compleet blijven. Maar het is wel heel heftig geweest. Maar ik zeg al, we hebben een hele heftige tijd gehad. Maar daarbij ook weer hele mooie momenten meegemaakt. Die we misschien anders weer niet meegemaakt hadden. Dit is ook weer zoiets. Dus wij mogen trots zijn op onze kanjer. En ik ben heel blij dat hij de missie volbracht heeft vandaag. En nog een keer gaat. En nog een keer gaat. Nog wel, nog 1 vraag. Want ik heb gevraagd hoe het is om met een moeder van een ziek kind te zijn. Hoe is het om moeder van een gezond kind te zijn? Veel leuker. Gewoon genieten van alles. En je weet hoe dat het is om een ziek kind te hebben. Dus nu pak je alles. Je plukt de dag, zoals ze zeggen. En je geniet er gewoon volop van. En als er een keer iets tegen zit, dan weet je, het is erger geweest. We gaan er weer tegenaan, we pakken de draad weer op en we gaan gewoon weer door. Heel mooi begin voor een nieuwe toekomst. Dit was de afsluiting. En ik wens jullie heel veel succes straks nog. En voor jou wil ik straks een high five als je weer over de finish komt. Daan, dankjewel. Succes, hè? Daan gaat zich nog even laten masseren. Even de spieren een beetje losmaken, zodat hij zo meteen mee kan doen aan de saamhorigheidsklim die straks om 4:15 begint.